Ja, rustig maar, Jaapie. Het baasje komt eraan. Rustig maar. Hij komt eraan, de baas. Ja, jij bent een schatje, patatje. Jij fluit altijd voor het baasje. Ja. Jij bent een schatje. Baas, je moet even de dokter bellen. En dan moet je even stil zijn, hè? Ja, rustig maar. Kalmte, rustig. Altijd als het baasje erbij is, dan fluit hij. Nou, rustig maar. Nou, hou je bekring. Hallo? Dag, dokter. Dokter met Van Houten, van de Ezelindeweg. Ik moest u vanavond even bellen, omdat ik dus degene ben die ze eigen volgende week laat helpen. Van Houten, Ezelindeweg, ik laat mijn eigen helpen. Nou, hoe heet het dan? Dokter? Ik word, Ja, precies, gesteriliseerd. Ja, nou weet ik het weer. Ik had even in de keuken op mijn melkfles moeten kijken, had ik het gelijk geweten. Dokter, wanneer heb je nou een afspraak voor mij gemaakt in het ziekenhuis? Ik weet het heel zeker. Ik ben er verzekerd van, hoor, ja. Dat zegt mijn vrouw ook, trouwens. Dat ik het zeker weet. Nou ja, ze zeggen allemaal dat het een kleinigheidje is, hè? Oh, ik dacht dat het maar 10 minuten duurde. Nou ja, oké, ik heb me nou afgesproken. Ik laat het nou maar over mij gaan. Ik maak mijn eigen maar geen illustraties meer, hè? Zeg, dokter, luister even. Nou, ik u toch even zo aan de lijn heb. Ik heb een paar vraagjes. En tijdens het spreekuur, dan is het al te druk, hè? Het zijn een paar simpele vraagjes. Wat ik u vragen wilde, dokter. Het is toch wel zeker dat ik er niks aan over kan houden, toch, hè? Nou, ik bedoel dit, dokter, dat het leven daarna thuis wel weer gewoon toch zijn normale doorgang vindt, hè? Nou, nee, ik ga niet te peper, dat begrijp ik al. Nee, kijk. Ik bedoel dat het leven doorgaat. Het leven, het... Ja, hoe bedoel ik dat nou? Nou ja, kijk, dat ik niet daarna dus de slappe wasbeurt heb hangen, zo bedoel ik het eigenlijk. Ja, precies. Het kopiëren, daar heb ik het over, ja. Ik bedoel dat het dus niet gaat als een collega bij mij op mijn werk. Die man en die vrouw die zijn uit elkaar gegroeid, omdat mijn collega die had een klein gebrek. En ik weet niet precies wat het was. Nou ja, heb het mij wel ongeveer uitgelegd. Nou ja, het was iets lulligs. Hou het aan, maar kijk. Maar kijk, doordat hij dus een kleinigheid had, zijn die twee dus uit elkaar gegroeid. En toen is zij, door de situatie thuis, is zij dus Liesbeth geworden. Nee, zij. Nee, zij is nou Liesbeth. Hè? Nee, zij heet Ans, hoezo? Nee, luister, u begrijpt me niet. Kijk, ze is nou Liesbeth, maar zij heet Ans. Oh, gewoon dat ze dus aanrotzooit met een persoon van dezelfde kunde, hè? Maar dat zeg ik toch ook net, Liesbeth. Dus dat het niet diezelfde kant op gaat, begrijp u? Ben je toch een beetje bang van? Het wordt ook niet minder. Ja, niet dat ik iedere avond achter Kaap de goede hoop leg, maar kijk. Ik ben ook 42 en het leven is er nog niet uit, hè, dokter? Nou ja, zo goed als, maar goed, oké. Nou ja, ik vraag het allemaal liever even, dokter, hè. Ik bedoel, je bent leek en als leek sta je er toch altijd een beetje antiseptisch tegenover. Zeg, dokter, nog even een kleinigheidje. Hoe zit het eigenlijk met de bijverschijnselen? Nou, gewoon met neven bijkomstigheden. Nou, goed, bedoel ik dat? Nou ja, ik bedoel dit. Kijk, ik zit namelijk bij een zangkoor en
gewoon blijven doen eigenlijk. Nou nee, ik blijf wel zingen, dat begrijp ik ook wel. Nee, maar kijk, ik zit namelijk bij een mannenkoor en ik ben namelijk tenor. En nou legt het zo bij een mannenkoor, dat hoger kan je niet. Maar ja, ik zeg al, ik vraag het liever dat je leek bent en... Nou ja, maar u hebt er allemaal voor geleerd, hè? Ja, dat begrijp ik, dat het een simpel operatietje is, hè? Ja, wat u zegt, een fluitje van een cent, ja. Maar ja, voor mij is hij nog wat meer waard, dokter, ik bedoel... Nee, ik word er niet nerveus van, hoor. Daar krijg ik heus geen hartvarken van, ik bedoel... Zeg, dokter, nog even een klein vraagje. Kan je het zien? Oh, godzijdank. Daar ben ik zo blij om, dat je het niet kan zien. Dat zal ik u eerlijk zeggen, dokter. Daar heb ik een nacht van wakker gelegen. Ik zit namelijk bij een badmintonclub en... En als je nou als man zijnde, weet u wel, niet geheel volledig mee bent, dan... Je gaat met het hele spul onder de douche. Na afloop, als je de wedstrijd gespeeld hebt, bezweet, je gaat onder de douche. En als je dan als man zijnde niet geheel volledig mee bent, dan gaan ze wijzen, hè? En dan gaan ze ook een beetje jennen van... Hé, Pieter, wat is er met je shutteltje? Ja. Je kent het dus absoluut niet zien. Nou goed, en dan ben ik blij dat ik u gesproken heb. Ik ben al een stuk rustiger. Dan zie ik u de dinsdag in het ziekenhuis. 10 uur ben ik er. Ja, oké. Okay. De dokter, hartstikke bedankt voor alle inlichtingen. En tot dinsdag. Dag dokter. Oh. Stop even dokter. Ik vergeet nog een klein vraagje. Moet ik nog iets... speciaals doen voor het ziekenhuis als ik dinsdag kom? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk, dat doe ik altijd. Ja, dat is toch logisch? Daar hoef je niet om te vragen. Ja, natuurlijk doe ik dat altijd, dat is toch logisch? Dokter, ik ga nooit ongeschoren de deur uit. Wat moet dat? Helemaal kaal. Nou lekker, dan kan ik dat bed minder voorlopig ook wel op mijn baas zijn. Ja, maar moet dat echt ook? Ik bedoel, kunnen jullie niet een klein schijnenkje in maken? Nee, dokter, ja, maar hoe moet ik... Ja, voor de spiegel, dat begrijp ik, maar... Ja, ik heb wel een spiegel, dokter, maar die hangt in de douche. Die hangt te hoog. Ja, maar als ik in de wasbak ga staan, hangt die weer te laag. Daarbij, dokter, ik scheer mijn eigen met de mes. Ja, maar met zo'n groot ouderwets uitklapbaar mes. Vindt u dat niet bloedlink? Ik bedoel, als ik even uitglij, hoef ik helemaal niet meer te komen. Ja, maar dokter. Luister nou even. Dit is toch geen plek waarmee ik naar de kapper loop? Maak het nou even. Oké. Dinsdag zit ik in de hal, geschoren. Aftershave op, weet ik veel. Wat? Ik zenuwachtig. Hoe kom je daar nou bij? Natuurlijk ben ik niet zenuwachtig. Dat zou mooi worden dat jullie een trillende idioot op de snijtafel hebben liggen. Dan kan je toch niet mikken met dat mes? Nee. Daar zal u van mij geen last van hebben. Ik vertrouw geheel op u. Ik leg mijn hele handel in uw handen. Ik weet het ook niet meer. Oké, dokter. Tot dinsdag. Dag, dokter. Oh, nou vergeet ik nog wat. Doe de hartelijke groeten aan uw man.